Hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van ons. We gaan een rondje Luxemburg doen. We zijn in een leuk hotelletje, ons plekje. Ik zal in de beschrijving zal ik de link erbij zetten en zo en wat. Ik heb van allerlei geluidsrecorders op dingen en ik krijg hier een kabeltje aangereikt. Wat ik eigenlijk niet nodig had. Maar goed, dat geeft niet. Het was allemaal heel lief. In het begin is niet alles helemaal zoals ik zou willen. De camera's werkten niet. Ik ben op een gegeven moment, dat hoor je in het filmpje ook, een beetje shaggy, een beetje down. Dat je denkt, nou fuck it, laat maar. Ik heb er geen zin meer in. Dat komt goed. Later in het filmpje. Hij duurt ook anderhalf uur ruim. Gewoon te veel mooie beelden. Geniet ervan. Veel plezier. Oh, dit is trouwens een van de redenen waarom we in het begin niks gefilmd hebben. Omdat de camera's al aanstonden voordat we gingen rijden en uitgezet werden toen we gingen rijden. Doe je? Ga je liggen? Hey. Oh. Ik zei, yo! Marcel rijdt op voor vandaag. Hi dan. Hoi. Links vrij. Yo. Oh, zo. Moet ik even mijn scharnieren gaan hangen, zeg maar. Heel negatief, volledig donor. En als ik vanaf het hek van verland raak, wil ik op dit moment niet verder leven. Is dat een hele lange hint dat ik te hard rijd? Wat zeg je? Is dat een hele lange hint dat ik te hard rijd? Negatief. Dit doe ik normaal gesproken elk begin van het filmpje. Ja, je weet het goed uit je hoofd, dat wel. Ik weet alleen eldernummer niet uit mijn hoofd. De mensen die hier komen om hard te rijden trekken zich niks aan van dat bord, hoor. Nee, maar je bent wel te leuk om op te komen. Ja. Nou, het voordeel is dat wij hier al een keer gereden hebben, dus deze bochten kennen we al enigszins. Oep. Deze kennen we al enigszins, oeps. Ja, ik wilde het stapje aan de grond, maar ik kreeg hem net niet voor elkaar. Ook een beetje geeft, maar daar heb je geen last van. Ik moet wennen aan, het klinkt een beetje stom van de langzaamste van het stel, maar ik merk dat ik ambulance rijd. Ideale lijnpak, dat moet je niet doen met de motor. Nou, in ieder geval een andere. Ja, precies. Ja, we gaan een leuke route rijden. Yep. Zo meteen ligt die burg, die ligt vlak voor je neus, zeg maar. Hoor je nou dat je meer verbinding hebt, Marcel? Wat zei je?
Ik had net eens iets van, heb ik überhaupt nog wel verbinding? Jazeker, want de headset ligt nu recht achter je. Je had gisteren verbinding met mijn helm. Ah. En daarom ging het af en toe wat lastiger. Maar dan begrijp ik nog steeds niet waarom mijn L gisteren al moeilijk hoorde, maar goed. Langzaam moet rijden, moet je het ook zeggen. Of harder, dat kan ook. Rij je eigen tempo. Je rijdt sneller dan wij volgens mij. Ja, zoals we doen, is er hier een beetje wat gaan blijven. Ja, maar dat is hier al genoeg. Als je deze weg loopt ergens naar een T-splitsing, geloof ik, uit mijn hoofd. En als je daar even zorgt dat we weer bij elkaar zijn, is goed toch? Ja. Dus ga lekker bochtjes draaien, ze komen eraan. Hier, dit is wat je bedoelde, de L. Ja. Ja. Straks als we terugrijden, dan zie je hem in de vallei liggen en dat is nog veel gaver. Wat is er? Ja, die peer is zo lekker aan het ploppen als ik het gas loslaat. Nou, hij is niet helemaal los. Nee, net niet. Dat heb ik ook. Wat dan? Nee, dit zijn geen schoolkinderen die ze losgelaten hebben. Dit zijn gewoon gekken die zelf aan het lopen zijn. Ja. De T-splitsing komt eraan. Eerst wat bochtjes uit te zien. Ja. Nog een paar bochtjes. Let's go. Ik heb mijn bocht aan, de Marcel geeft gas. Aardig hellingspercentage. Auto. Hij is vrij. Dank u. Overzicht zometeen is wat slecht, dus doe voorzichtig. Auto. Auto. Binnen de lijnen blijven. Yo. Wel vrij? Wel vrij. Hey, rugvrij, zei ik. Ah. Zover ik kan zien, is de weg ook vrij. Vrij, rechts vrij, ja. Links nog steeds vrij. Boven bedoel je L. Burg. Ja, maar je kan ook vanaf de andere weg rijden. En dan zie je hem eigenlijk van bovenaf weer in de vallei liggen. Dat is ook gaaf. Maar dit is ook mooi. De andere kant op is gaan, dus ja. Rechts links. Ja, dat komt nog wel, maar dit is ook gaaf hoor. Heerlijk dit. Is het gewoon een van die eeuwenoude bossen met gewoon oude burgten en weet ik wat. Dat is geniaal. Ouder man. Ja, de reflectoren doen het goed, Marcel. Ja? Ja, met jouw lampen erop wel zeker. Hè? Huh? Met jouw lampen erop. Ja. Ja, het is net of je een lampje, een flauw lampje brandt, zeg maar. Fiets aan de kant de pijpen. Ja, weg. Yes. Weet je waar? Hallo, hier aan de kant. Oh, je knip ligt aan de brand. Ja, sorry. Ik was even op de weg aan het letten. Opa op rechts. Langzaam aan, hoor. Rechts is vrij, links ook. Alles is vrij hier. Yo. Oeh.
Zo, goeie. Nou, heel leuk, hè? Die deed je beter dan ik, hoor. Oh. Ja, jawel. Is ook een leuke. Hij is vrij, vrij. Alles is vrij, dus je kan hem gewoon nemen zoals je wil. Behalve plant. Deze had ik nog niet gehad. Goeiedag. Jawel, die hebben we zeker wel gehad. Heb ik deze gehad? Ja. 100%. Dat bochtje van net niet, hoor. Ja hoor, zeker wel. Ik heb dat bochtje van net niet gehad. Ik heb hier nog nooit op de motor zonder jou gereden. Dus als ik hem gereden heb, heb jij hem ook gehad. Het spijt me. Alhoewel, ik zit even te twijfelen of ik hem nog met gereden heb. Nee, deze hebben we echt gehad. Nee, die hebben we niet gehad. Allemaal. Ja, ik heb hem zeker zelf gereden, maar ja, of ik heb met Free in de auto gereden. Dat denk ik, ja. Jullie kwamen terug en toen zei je nog van, we hebben zo'n mooie route gehad. Ja, ik denk dat het... Ik heb dat beeld, daar links, het kasteel, de burcht heb ik niet gezien. Vanaf deze plek, zeg maar. Ik heb hier nog niet gereden. Er komt nog een paar nare aan hoor. Er komen een paar leuke spinnetjes aan zo. Herpen links, herpen rechts. We beginnen met rechts, meneer Gevin. Ze zijn vrij. Zo, gelijk. Hier dit. Wow. Die zag ik niet eens. De teams. Wel op de locatie, maar niet als die rak. Ik weet niet of ik dit... Ja, dat kun je. Tuurlijk, Cardinal. Ik kom het ook. Ja, ik ben er. Very small roads. Shit, weg. Ik ben blij dat het niet regent nu. Dan was die spannender geweest, ja. Zo dan. Maar je ziet hem ook niet als je aankomt rijden. Ah, ik zie sowieso niks, ik rijd blind achter je aan. Ja, maar je ziet hem inderdaad laat op de route. Op de navigatie zie je hem wel, maar dan denk ik van, waar is hij dan? Waar is hij dan? Oh, daar! Vrij, Bob. Hij is vrij, hè? Ja. Die draait zo meteen naar rechts, een vrije bocht. Pas op, wel. Ja hoor, rustig aan. Daarom zei ik, pas op. Ja, dat is erin. Ik ben blij dat jij deze route hebt uitgekozen, Marcel. Ja, dan krijg ik de schuld zo meteen. Ja. Ben je er? Ik heb gewoon zoveel mogelijk bochtjes opgezocht. Achter jou? Ja. Oké. Okay. Ik spreek jullie wel als we weer op normale wegen zijn. Ja, heb ik nog iemand achterop, hè? Wil je een sticker? Ja, maar jij hebt 1800 cc, jij trekt hem overal doorheen. Ik heb een draaicirkel van de vrachtwagen, man. Je wilt ook vrachtwagens per worden, kan je wel zoeken. Wel, die komt hier zoveel meer ervaren uit dan wat ze erin is gegaan. Je hoeft niet eens op een scherm. Als in, ik bedoel, geen enige niks. Ik zie gewoon groen. Is dat een weg? Ik heb gewoon overzicht staan, zeg maar. Op deze heel trapjes. Maar bij het wel makkelijker.
Maar wij, dus wij te beginnen. I'll kill you! I'll kill you! Ben je smal rood? Godverdag. Help! Gek geworden. Ja, wat? Ja, je moest even zwaaien voor de camera, maar... Je luidt deze stikker niet uit mijn gas loslaan hier. Oh, kijk eens! Ja, daar is die. Hallo, het is bij de vlak! Ja, hier wel. Fuck. Ja, voor de hij ben hier rechts. Moeten we hier rechts? Wil jij dat ook, El? Even kijken. Ja. Ga maar rijden, hoor. Ik ga even kijken. Ja, nou ja, kunnen we wel doen, maar... Ja, als je het niet ziet, gaan we gewoon omhoog. Gaan we de andere kant op, hè? Ja, dan draaien we even om, wou je zeggen. Goed, nee, man. Ik ga even kijken. Hoe doe je dat? Ja, het is gewoon goed te doen. Ah, mooi. Het blijft dit asfalt en het gaat naar beneden. Ja, prima. Ah, mooi. Nou, draai maar om. Ga maar voor. Jij bent er al geweest. Het was lastig om weer omhoog te komen, zeg maar. Draaien, ja, dat geloof ik. Je kwam wel heel enthousiast naar boven, dat is een goed gezicht. Heb ik mijn camera aan? Ja, hè? Ik sta erop. Let's go. God! Slaat hij uit? Ja, maar niet uit. Het is niet alsof we geen startmotor meer hebben. En dan nog, het gaat heuvel af. Ik wou zeggen, je kan hem gewoon uitzetten. Ja, dat deed ik van de vorige keer, ja. Dat deed ik toen ook zo fijn. Ja. Uitzicht is zo zinnig als je de bocht komt. Oh, fantastisch hé. Wauw. Ja, blij. Freddy zit achterop en die zegt blij. Die hooibaan daar rechts. Wat zijn je al? Ja, dat. Ben je er weer bij al? Hoi. Ja hoor, tot ziens. Ik krijg zo meteen groene hekjes. Dan ben ik gedraaid door de heuvel te rijden, want kreeg ik hem niet gedraaid. Ja. Ik zal even kijken. Zover ik kan zien is de weg vrij. We gaan links dus. Ja. Gaan we links? Ik kan jouw bocht niet meer zien, Edi. Ja, mijn kant is vrij. Moet dan eens even stoppen dat jij de route binnenhaalt. Kom maar El, ik weet niet waar je rijdt. Vol. Nou, je ziet hem zo wel, dan snap je wel wat ik bedoel. Is het een krij als een auto daar? Oh, die. Ja, vrij? Ja, tot nu toe wel. Kom maar. Dankjewel. We volgen over 1,3 kilometer gaan we links. Links. Maar het was over 1,3. Dus voorlopig is het niet radio. Ik zie op mijn kaart voorlopig geen kruising. Ja, rij maar zo. Dat is leuk. Nog een keer. Dat was leuk nog een keer. Haha. Ja. Begin het bij haar, hè. Dan moet je omhoog. Zo naar... Ja, omhoog. En ik wou net zeggen, beter naar beneden zo dan omhoog. Dat was echt niet leuk geweest. Dan had ik echt te gillen. Hey, ik ga een stukje langzamer, maar ik heb het tegen naar mijn zin hoor. Echt prima. Gaan we doen? Oh, tering. Oh, oké. Okay. Niet hoor. Het was geen 1,3 kilometer. Dit was ook gewoon de route, hè? Dus, mooi boompje, jongens. Echt mooi boompje.
aan het doen? Ik heb geen idee. Aangezien er maar één camera draait, de 360, de Insta 360, heeft dus als vervelend nadeel dat hij pauzes laat. En dit is zo'n pauze. Voor de diehards, we kunnen hier ook rechts, moet je even goed kijken. Ja, nou dat doen we maar even niet. Gaan we even door het water heen namelijk. Ja, jij bent te veel off-road geweest de laatste tijd, ik hoor het al. Ja, die vrienden van mij zouden inderdaad gas geven, ja. Die zouden niet twijfelen. Sorry, wij zijn een andere uiterste. Althans, ik ben het andere uiterste, excuus. Ik weet niet of jij toen bij was, Elvis. Vorige keer zijn ze ook met z'n tweeën bezig rijden. Ze gingen ze vast trainen op de regen. Ja, die hebben gewoon de zwarte wolken gevolgd in plaats van de blauwe lucht. Gekhuis. Ik zit al even in je spiegel hoor. Waar staat letterlijk dat je er niet in mag? Welke kant? Zo, hier even de route bij jou erop zetten, dan een eens een beetje overzicht hebben. Ja, is goed. In deze kop, want dan zien ze ons. Maar ik denk jij van via MRH wel gewoon gedownload deed. Ja, dat had ik op zich kunnen doen. Met mijn camera's bezig en met alles vrij, ja, dus. Rechts is vrij, ja. Moet er nog iemand zijn telefoon opladen? Huh? Ze moeten nog iemand zijn telefoon opladen? Ik zit het haakje in de weg. Rijden komt een caravan, of ga je het niet redden?
Kom maar aan. Ja, gas. Tegenligger. 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 Yes. Ah, jongens. Het zijn zulke lekkere wegen. Die rijdt er met zijn helm open. Ik? Zo beter, dan staat misschien wat hoger. De wind kan erin, dus dat hoor je heel erg. Ik had de schermen klaarstaan. Tegenligger, busje. Yo, busje. Een aarspeltje. En dan komt mijn auto omhoog. Auto omhoog. Je mag hier gewoon 90, hè? Dit hoort. Ja. En jullie mogen hoor, ik kom hier. Oh. Je moet een flink je best doen. Ik kan het zeggen. Dit op 60 en dat is best hard al, zeg maar. Links vrij, rechts, voor zover. Rechts vrij, 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 allemaal vrij. Nou, we zijn er. Oh, er is. Dit naar verhouding nog een slechte weg. Ja, je dit nu wel, ja. Hier, hè? In België is dit normaal. Ja. Yeah. Deze liggen. Oh, is ook een leuk gezicht. Jammer van die windbouw erachter. Maar... Is dat dezelfde berg? Nee. Oh. Nee. Dat kan zeggen. Dat is op vrachtbare weg. Yep. Laat kleppen. Leuk opzetje. Ja, links. Stilstaande auto, dat u wil. Dat wordt het. Als vrij, sorry. Oh, moet je op je schermpje kijken, El? Ja. Is dit? Ga door, hè. Voor me, lieverd. Oké. Okay. Ga door.
Roken? Ja. Ja. Oké, okay, let's go. Let's go. Tegenliggers. Dus. Maar breed genoeg. Ja, ruikt zo. Ah, je mag niet eens 100 meer. Hoe ga je hier godsnaam zo hard rijden? Mijn tegenligger aan. Jo. Meerdere. Heel. Ik heb er 3. Blauwe Tesla is de laatste. Blauwe Tesla is de laatste. Oké, okay, check. Ga zien. Ah, vandaar. Jij zit in het midden nu. Ja. Ja, ik denk wat voor rode motor zit er achteraan, maar. Waar is dit? Ik ben er. Gaat hij goed? Ja hoor. Slaafrij. Nou, die heeft natuurlijk dat ding niet aan. Wat? Er kwam een gele auto. Ze slaat altijd als een gele auto zit. Kom hel, boven 100. Wil niet zeggen dat we dat moeten gaan doen. Oh, nou maar. Kan je wel eerder in je bad liggen. Wat? Zeg, dan kan je wel eerder in je bad liggen. Is de hele route wat 100 aflegt. Ja, al wel. Maar nogmaals, galoppeer lekker uit, hè. We hebben allemaal route, dus het komt wel goed. Nee, Edi niet. Dat is zeker niet gelukt. Serieus? Is dit? Ik heb geen route. Ik heb geen route. Zeker heel slecht. Oké, Livy. Rij maar. Lampjes op in mijn spiegels. Oké. Ja, is het vrij? Alles is vrij. Hey, vrienden van je aan het nadoen, denk ik, Marcel. Wat? Nou, ik zie geen zonnetje op de grond. Hey, oh! Ik zit op een kilometer teller te kijken, maar jij bedoelt de donkere wolk aan het volgen. Aha. Nee, ik volg alleen een blauw lijntje. Ja. Nee, ik krijg helemaal doorwaai. Dus.
zou ik ook zeggen. Aha. Is een beetje gas geweest, kan je het zien. Oh, heerlijk, links, rechts, hoppa. Mooi, dat lichteffect, donkere wolken en dan die zon op de velden. Ja. Wat? Het is jammer voor die zonnescherm, maar het uitzicht is waanzinnig. Ja. Hele velden vol. Zo dan. Wauw. Ja. Het lijkt of er een oude vlek op ligt. Nou, inderdaad, ja. Maar het uitzicht is inderdaad schitterend. Niet te veel kijken, want dan zie je wel een onvast scherp op. En er ligt stro in de buitenbocht. We hebben gewoon door, had ik even wat genieten. Ja, je hebt leuk. We kunnen ook stil staan, hè? Hé, hey, waar je het droom nog omhoog aan, baby? Wat zeg je? Wou jij de drone nog omhoog? Nou, laat maar. Ik, wat? Het, qua camera's loopt het niet helemaal zoals ik wil. Ik ben er een beetje klaar mee. Maar... Ja, dan kan je de drone nog eens even proberen. Dat weet ik niet. We kunnen hier gewoon stoppen, dus... Nee, want met mijn geluk op dit ogenblik ben ik eerder bang dat hij naar beneden stort en dat ik kwijt ben. Hé, die paardje voor ons. Ja, dat moet daar zo, want je blijft in de buurt van het hotel, dus dat zal je vast wel een keer gereden hebben. Ja, maar ook met de Eiffel. Ik denk dat we hier sowieso wel eens een keer gereden hebben. Een beetje oud hout. Wat zeg je? Is nog een beetje hout. Ja. Bobbel de bobbel. Hij gaat gewoon op de industrietrein heen.
Ja. Maar die zijkant is nog het beste als er ook weer in rijdt. True. Flinke doordraaien aan zo te zien. Yep. Buitenbocht houden. Ja, buitenbocht wel. Zijn auto's aan de binnenbocht. Oud vuurtje. Deze hebben wij de andere kant op gereden. Ja, precies. Volgens mij hebben we hier nog naar huizen gekeken. Was dat leuk? Ja, dat was zeker wel leuk. Van filmpje gewisseld is, zeg maar. Moet ik ook eens toeten? Nee, want je hebt geen kort geluidsverstandje misschien, maar... De camera is weer een beetje synchroon. Daar word ik niet blij van, hè? Huh? Daar word ik niet blij van. Kijk daar in de lucht. Dat kleurtje daar. Ah, even voor de temperatuur, meer niet. Nou. Is het een lekker Eddieweggetje dit? Eddieweggetje dit. Hij is helemaal vrij. Thank you. Vrij? Oh nee, toch niet. Ah, pap. Kan je die stemmen heel lastig uit elkaar houden? Nou, ik ben Edi. Niet waar. Je suis master. Ah. Bonjour. Met jou wel stappen. Oh. Ik zie weer een cadeautje op mijn scherm. Ja. Slinger, slinger, slinger. Nodig is. Degene die het meeste praat op dit moment is Marcel. Ja. Maar ja, nee, die zit even in zijn eigen bubbel. Ja, dat mag ook. Oh ja, ik heb ook al gereden. Dat is vrij logisch. Nee, ik denk dat we bij het huis hadden moeten. Ja. Wat? Ja. Geen idee wat je zei, Marcel. Nu? Volgens mij Marcel ook. Nee, dat was helemaal kwijt. Ja. Ah. Auto kijk uit. Auto kijk uit. Nee, we zijn hem niet kwijt. Langer dan 10 meter. Vrachtwagens. Langer dan 10 meter mogen je niet komen. Ah, shit. Dan moet er een krap op je zitten. Ja. Sorry. Voilà een moto. Een motorradar, zo. Hallo? Mooi plekje waar ze zaten. Ja. Ja. Oeh! Ik heb een ziel gevonden, hè? Busje. Oh, busje. Busje, dank u. Aantal motorrijders voor ons. Ja. Zullen we er wel heel breed naast.
vrij snel op onze pumper gaan zitten. Die motoren? Ja. Ja. Nou ja, laten ze lekker langs gaan dan. Ja, dan komen ze lekker voorbij. Het is redelijk recht hoe we staan. Dus, het is wel net elke keer een schilderij die zo voor je scherm omhoog komt. Ja, hè? Cool. Heerlijk dit. Maar hier, moet je kijken joh, dat zicht. Links. Ja. Wauw. Komt een bocht aan, hè? Er komt een bocht aan. Goed, right. En 12%, en 12% naar beneden. Jee! Kijk dat zicht links. Rijdt ja, bijna de ravijn in. Ja. Nou, ze wilden even een close-up nemen. Dan kijk je naar links en dan ga je rechts ravijn in. Ik heb maar het zeggen, ging wel naar de verkeerde kant. Je mag je harder dan 70. Nou, succes. Wie wil, gaat goddelijk harder. Dat lukt het niet. Er zijn pijpen die er stonden, maar... Oh, tegenligger. Oh, tegenligger. Je ziet heel wat bocht, ja. Zo, hallo. Blijf op je eigen rug helft, Engert. Want de bochtje aan naar links. Kleintje. Ah, links. Naar links, naar links, naar links, naar links, naar links. Hey. Hij is vrij. Ja, vrij, vrij, vrij. Klaar. Moet je eens rechts naar beneden kijken, dan zie je het als je daar zo meteen gaat rijden. Ja, niet leuk. Niet leuk. Is wel leuk, Ellen. Is wel leuk. Nou, waar zijn we hier? Even kijken. Ja. Max Verstappen zouden we een natte droom van krijgen. Ja, nou kijken we ook geen Formule 1. Oh, joh. Ik hoop er nog een paar, hè? Het wagentje wel leuk. Ja, eigenlijk wel leuk. Hij is vrij allemaal nog één tegenwegers. Ik heb nog steeds helemaal niks. Ik heb hier een vogel op de weg, maar meer niet. Een vogel? Een leven of een dode? Een levende. Ja. Ja, mijn oren zitten plop. Ik wil even niet in Vrijs, dat lijkt me niet handig. Edie? Hij is vrij. Druk u. Ja, als je niks zegt, komt ook niks aan. Nee, maar dan zeg ik ook een keer iets om iemand anders. Nou, je lukt gewoon een keer wat zeggen. Daar komt het op neer. De rug is ook vrij. Oh god, wel. Ja. Oh god. Ja. Als we rechtsaf gaan, dan gaan we waar we heen gaan. Nou, dan gaan we lekker rechtdoor. Oh. Ja. Oh, we zijn weer terug in Luxemburg. Jongens, we waren in Duitsland. Nou weet ik het. Had je dat nog niet gemerkt? Nee. God. Echt niet. Okay. Oeh, ruikt hij lekker. Oh, ze begint honger te krijgen. Hebben jullie dat ook? Honger niet specifiek, maar ik denk dat een stopje binnenkort geen overbodige luxe is. Oh, en een paar... Klinkt alsof er iemand wel kwijt moet. kwijt niet. Erin. Niet lang naar boven kijken, maar er staat een heel klein huisje boven. Zo, ja, ik zie het. Leuk.
Ik heb heel erg snelheid eruit, Stuart. Dus ja, zou ik doen. Oh, dit bochtje. Waar ik zat. Waar gaan we heen? We gaan rechts van het bochtje om. Er zit een haarpinnetje. Oeh, ja, krap. Jongens. Ja, waar ben je? Ja, precies. Uh-oh. Ik kreeg op een driesprong, daar heb ik rechts aangehouden. En dan raad u zo dat ik de weg kwam. Ja, kom je. Ja, ja, ja goed. Zie je. Je rijdt nu op een hele strakke haarpin af, Stuart. Kijk uit. Ja, dat is... ja, op. Er komen nog wat leuke aan, zo te zien. Ja, ik kijk ook langzaam in beeld. Even te wachten op jullie koplampjes weer zien. Die dan de kant zouden rijden. Kun je dat herinneren, El? Dat we rechtsaf zijn gegaan en dan links naar boven gingen. Ja. Dat met die echt enorme steile hairpins. Ja, ik denk dat het daar nog... En dan rijden we op hem met rechtsaf het veld in. Alles is nog steeds vrij, hè? Ik zeg niks. Nee, is goed. Mocht je het zeker willen weten. Ligt op de weg, Stuart. Ja, takjes. Ja, maar goed. Hij zou het tegen mij ook zeggen, dus dat doet hij niet voor niks. Hoppakee. Joehoe. Volgens mij heb ik deze gereden met 1000 bochten, toch? Want was het asfalt een stuk slechter. Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Woe. Jezus. Mag ik even huilen als we boven zijn? Hoezo? Van blijdschap? Ja. Eddie, je oké? Ja. Mooi. We zijn er niet helemaal vergelijkbaar, maar ik sta als één en ik draai iets meer dan 2500 toeren en ik draai hem overal doorheen. Nou, ik zit ook eens één, 3000 toeren. Maar het gaat. Ik klaag niet. Pak op de weg. Komt er een rijtje. En hij is vrij. En de rel is groot, dus je kan hem gewoon doordraaien breed. Hoi, dank u. Crap. Oh. Warm. Ja, het zit ze zeur over donkere wolken, nou is weer warm. Ah. Hey, jullie wilden een vrouw mee. Krijg je dat? Het is niet veel, maar het is iets. Kijk, goeie wel. Als we eromheen rijden, kunnen we beter parkeren. Ik weet niet waar jullie zijn, maar het is heel erg verwacht. Ik sta achter je. Het is vrij en rij. Vrij. Cash only. Right. Oh, dat is wel jammer. Hebben we cash genoeg?
Eddie? Eddie? Kijken. Oh, sorry. Dus je zou er zo tegengekomen zijn in deze dag, trouwens. Ja, moet ik rustig rijden? Ja, je kan ook niet harder, maar ik zou het niet weten, ook. Ik denk dat ik echt was gaan gillen. Nou, rustig remmen en dan, nou ja, goed kijken. Ja, dit is wel een heel gaaf beeld. Daar zo. Ja, hierboven. Ja. Bloemetjes aan de ene kant, ja. Wijn aan de andere kant, een asfalt wat in de wolk eindigt. Ja. Nu heb ik een heel pontjes uitzicht. Hier zijn we nog niet geweest. Hier zijn we echt doorgereden. Ja. Goed. Wacht, Manderscheid. Hey, Manderscheid. Ik heb net even zitten kijken, maar zoals de route nu loopt, komen we vlak bij het hotel uit. Nou, dan doen ze dat toch? Dan breken we hem wel af, maar dat geeft niet. Daar was je ook voor. Ik vind het prima. Dus als jullie op een gegeven moment zeggen van hé, dit ziet er bekend uit, of ze komen het bordje gewoon tegen, dan Precies, komt goed. Ik heb geen route, hè, dus Hij heeft hem opgepakt, komt goed. Dat is de TomTom, hij heeft hem opgepakt. Komt een auto ons tegemoet? Het is een kruising, let op. Ja, we gaan rechtdoor. Gaan we rechtdoor? Nou nee. Ja. Zeker wel. Nee hoor. Zeker. Nou. Oké. Als we rechtdoor gaan, dan komen we uit waar we... Ja, sorry. Ik moet er ook niet meer uit. Ja, precies. Daar zijn we net geweest. Oh. Ja, dan gaan we er niet nog een keer heen, hoor. Nee. Ja, sorry hoor. Jeetje. Mama. Oh, vogel. Hele mooie. Nice. Nou, ik wil afzetting heen te rijden. Ja, moet je weer synchroniseren? Oh, wat zo. 12 en toe is. Piep! Hup, niet op je navigatie kijken terwijl je de bocht krijgt. Komt er een hele leuke slinger. Waar wil je dan af? Zet dat denk ik. Een beetje kort nemen, want in de buitenbocht ligt grind. Ja, hij is vrij, dus je kunt hem gewoon afsnijden. Zijn jullie er weer? Ja? Nog steeds. Hey, nou zijn jullie beter verstaanbaar. Ja. Woehoe!
wij begon die behoorlijk Frans, uit en weer aangezet. Clairvaux recht door. Ik ga recht door. Ik heb geen idee waar ik heen ga, maar ik ga recht door. Oh, geen idee waar ik heen ga. Ik stop even. Lijkt me een hele goeie. Nee, hij heeft de bot gepakt. Ja, nee, het volgende rotonde weer om. Hij probeert ons nu via de andere kant terug te sturen, inderdaad. Ja, dat moet lukken, denk ik. Hoort over links? Yep. Helemaal rotonde verziekt, Citroën. Ga nu richting Wielz. Nou, dat zit inderdaad heel dicht in de buurt. Zo, hoe lelijk pand kan je ernaast zetten? Ja, dat is wel enigszins verdrietig, ja. Komt af in één keer, zeg. Pies. Yep. Ik vind dat die Tom Doe maar agressieve rotetjes kiest. Dus ik zie maar niet meer allemaal heen wil sturen. Dan denk ik, nou, hoe jij durft. Maar als jij dat de meest kronkelijke route hebt staan, zou dat zomaar kunnen, ja. Ja, tering. Je hebt drie instellingen, hè? Ja. Maar ik weet ook wie hem ingesteld heeft. Dit was het niet. Ik? Dat weet ik. Hoi, zei je iets? Nee, ik negeer het. Jo, dank je. Zo, je moet die thuis ruikt, geloof ik. Wat weet je? Dat je thuis ruikt. Ja. Ik hoor er opeens haast. Deze kan ik niet overzien. Ah, kijk. Elk zicht. You can run, but you can't hide. Jongens? Hé? Over de 70-80 verlies ik het sowieso van jou. Jongens? Ja? Hallo? Ja. Mijn route zegt dus wat anders dan van jullie. Dus, nee, we gaan door blijven rijden. Prima. Zullen we even opwachten? Ja. Hey, die mogen, dat vind ik prima, maar dan moeten we even zorgen dat we dezelfde routes aan hebben. Want anders dan... zit ik straks ergens in een knollenveld, anders zitten jullie bij het hotel aan de bier. Sowieso bij het hotel. Ja. Oké. Okay. Het zou wel lullig staan als de as in het knollenveld staat en wij dan in het hotel zitten met geel, knol, koffie, bier, weet ik veel. Zo, wat blijf je nou? 43. Hé, maar
Kunnen we er zorgen dat we dezelfde route hebben stuurd? Of is dat... Want dan kunnen jullie gewoon galopperen en dan kom ik wel. Nou, ik denk, ik vermoed dat we inmiddels dezelfde route hebben, want het is nog 9 minuten. Hij stuurt me 34 kilometer. Huh? In 42 minuten. Ik denk niet dat we dezelfde route hebben. Ik ben niet dezelfde route, nee. Oké, we gaan even stoppen. Wacht even, een veilig plekje. Even wachten, niet hier. Hij stuurt me al een paar keer gewoon letterlijk het bos in. Ik denk, ja, ik zie jullie rechtdoor gaan, dus ik volg maar ja, hier, huppa. Bochtje. Ja, of je hebt een andere instelling qua kronkelroute, dat kan ook nog. De ja, ene heel erg kronkelig en de ander niet. Top. Ja, maar we hebben het rustig gedaan, El. Er zit er eentje op ons kielzog. Staat die er maar voorbij zometeen? Ja, daar zit er een eentje, heb je er voorbij. Hè? Huh? Komt er hele groep aan. Kunnen ze er voorbij? Of de berm in dan een knipping. Ja. Dan langzaam aanrijden. Dit is een mooi stuk. Als je zometeen naar beneden rijdt, dat je overzicht heeft. Precies. Die wordt lastig voor hun ook om in te halen. Ja, dan zijn ze er zo eerst voorbij al en dan... Ja, ze kan wel. Dat was hem. Dan het bochtje naar rechts. Laat je niet verrassen. Nee, daarna gaan we naar links. En ik weet niet waar het trekken om als je rechtdoor gaat. Nou, in ieder geval op asfalt. Oh. Ja, wauw. Wauw. Slinderman de Scheid, ja. Dat klinkt een beetje als Slingerman Scheid. Hardlopers en doodlopers, dan halen ze weer in. Die komen we zo maar even tegen waarschijnlijk. Denk het wel. Gaan we sneller naar beneden. Zou het jammer zijn als we nu tegenkomen? Nou, dat zou me niet verbazen. Voor hun is het jammer. Zij gaan harder. Hey, ik zet er met alle liefde even gewoon op eigen rot. En dan kunnen jullie gewoon gaan. Ja, we gaan beginnen, ja. Kunnen we erbij? Ja, nu wel, ja. Vervelen ook nooit, hè? Huh? Die dorpjes gaan ook nooit vervelen. Die dorpjes, nee. Nee, de dorpjes. Oh, huh? Die gebouwtjes, de gebouwen, de woningen. Oh, dat is een kluspandje voor je. Echt, hè? Oh. Hij is vrij. Komt een stadsbus aan. Ja, kom een busje aan, El. Oh, die zie je. Kijk, mama. Zonder handen. Ja, gek in je hoofd, jij. Die kant ook. Ja, jullie zijn allebei knettergek. Gek. Als ik hem loslaat, dan gaat hij in één keer. Nee, want je moet hem in ons geval eerst even zijn neutraal zetten. Hè? Wat? Wat? Wie? Wat? In zijn 6. Oh nee, zijn 5. Ik heb geen 6. Ik rol gratis naar beneden.
is een 3. Nee. Hey, als we straks mocht in de buurt van het uitkijkpunt langskomen, dan moeten we daar gaan stoppen, denk ik. Het uitkijkpunt. Kunnen we even regelen, toch? Ja, dat is wel leuk. Hier een trappetje op, hoor. Nee. Hij is bij Ash in de buurt, ik weet niet of we daar langskomen. Ik zit nog volop in het editingproces, maar dit is echt schrikken. Echt schrikken. Ik heb bewust alle camerabeelden die ik heb erbij laten staan, dus kunnen jullie zelf kijken. Oh, stop. Oei. Debiel. Ja, dat is een plek om het kom te maar, doen. Kom maar. Ik ben ook niet heilig. Oké, ik maak fout. Hoopt dat die geschrokken is, die motor weer. Denk het wel. Dat. Of ze 500 meter moeten wachten, dat dit het dorp uit was. Ja. Even. We zijn vlak bij het hotel. Als we naar het uitzichtpunt willen, moeten we niet naar het hotel maar doorrijden. Ik zou zeggen, kom voorbij. Oh. Ja? Wat wil jij? Ik wil even naar de uitkijkpunt, leuk. Maar ik heb geen idee waar we nu zitten of hoe we er moeten komen nu. We hebben het hotel straks aan de linkerkant. Dit is dat viaductje waar ze aan het werk waren. Oh ja, daar. Ja, ja. Hier links zijn we vanmorgen heen gegaan. Ja, I know, I get it. Oké. Okay. Ik piep even voor langs, hoor. Ja. Even naar het uitzichtpunt. En even denken hoe we daar dan ook weer kwamen. Deze weg volgen. Ja, precies. Dan heb je op een gegeven moment aan de linkerkant, of aan de rechterkant heb je zo'n nis. Ja, klopt. En daar moet je even stoppen dan. Yes. Zag jij dat het ook? Heidi. Huh? Zag jij dat het ook? Het? Ja. Wat? Niet gezien, langs de kant van de weg. Nee, niet gezien. Stond op een bord. Op een bord, ja. Godzakken. Ja, wel erg. Zelfs het bord heb ik niet eens waargenomen. Ja, het bord heb ik gezien, ja. Dat is helemaal erg, Redi. Sommige dingen neem je waar, maar neem je niet waar. Hier in de bocht overigens, Marcel, waar we vanmorgen gelopen hebben, hier kom je uit als je omhoog klimt. Oh. Hier kijk je dus maar zo naar het hotel, daar. Ja. Hey, maar zie je niet wat ik zie? Rook. Schaduw. Hier gaan we dus niet naar beneden naar het hotel. Fuck. Zo, hij zat gewoon aan de grond. Ze deed het gewoon. Kijk dat toch voor elkaar? Dering. Zo zou het er heen gekomen.
Ja, deels. We zijn niet helemaal langs dit stuk gekomen. Nee. Maar ja, dit nog wel volgens mij. Zo meteen krijg je die afslag naar rechts. Ja, precies. We komen daar van het van bovenaf. Ja, precies. Klopt. En dan gaan wij, houden wij links aan. Ja, dit hebben we wel geregeld. Dit ziet er wel bekend uit. Camping. Zullen we kijken, is dat wat? Ja, hier komen we naar beneden. En we gaan nu weer terug mee. Hey, Berkel. Ik heb opgeroeid. Wat zeg je? Berkel en Roderijs, daar ben ik opgeroeid. In Roderijs? Berkel en Roderijs, ja. Onder Zoetermeer. Ja, weet waar het ligt. Vanaf mijn 16e tot 6e tot 23 of zo gewoon. Pijnakker. Auto's en motoren tussendoor.
beter leuk vinden, dan kun je vast gelijk doen. Ja, loslaat. Schiet ik door. Marcel. Ja, goed. Ja, maar dat is niet leuk. Ja, absoluut. Ik had eentje dat ik wat meedraaien moet weten, dus ik zou zo'n scheepdoos. Dan laat het wel wel, jongens. Ja. Je moet een vorige krijgen met een gang. Oké, ik heb de plan. Ik vast. Moet wij nog iets te drinken houden van vanavond? Dus, moet ik jou nou vieze dingen over regen zeggen? Ik was bang dat het geen regen is en had het warm. Dat is mijn motor, wat is het? Ja, er zit een beugeltje onder, maar dan hangt het heel voorover. Ja, dat is
gekocht. In de auto kan het op zich, maar dan zit je verder weg. En dan heb je meer hoek. Ja, of heb je een verschil tussen die twee? Nou, moet je het nou eens goed uitleggen. Hier kijk ik op. Dit stuk, dat wil je eigenlijk hier hebben. Je mist. Ja, mag ik niet. We zouden verder naar buiten moeten, maar dat ziet er helemaal niet. Ik had van die, dat zijn hele kleine spiegeltjes, maar daar kon ik alles in zien. Alles wat nodig had. En dat mis ik dat. Het spiegel op het vlak stoot ik. Ja, maar als de bolling niet goed is, heb je nog steeds in plaats van zo, kijk je zo. Ja, dat. Precies dat. Ik zou niet durven, Marcel. Hè? Ik zou niet durven. Nee. Ik zie het alleen nog niet. Zal ik je een hint geven? Nou, probeer jij eens weg te rijden. Heb je een steen voorgelegd of zo? Of heb je niet? Nee, kan niet. Wat zou de handeling zijn voor jou om nu weg te rijden? Jiffy naar binnen. En dan wegrijden. En dan is er één. Aha. En dan wegrijden. Ja. Vergeet je dan niet wat? Handschoenen. Dat is een fantastische bedrijf van de netten. I outclassed you. Ja, ja, waar was je achterop? Die Ellen? Nee, twee. Als je dat wil. Ja, dat is
Oh, lekker.
Hoppa! Ga volgen. Ga prima. En zal het erin hebben? Je kan het ook naast de fietsen zetten. Dat is dat met z'n drieën, denk ik. Uitstekend. Ik ben wel dapper dat jullie hem omhoog zetten. Hoezo? Neem maar dat we deze één laten staan. Hé? Hey. Ja. Hij duikt hem zelf op je standaard. Kan vraagt of we hem in zijn één laten staan. Kan vraagt of we hem in zijn één laten staan. Stap maar op. Kom, zegt u. Als je naar voren wil staan dan... Je zou tegen een minkje te klappen, maar daar gaat hij op zijn stand af. Ah, oké, nee, oké. Okay. Hij staat zeker. Dat was niet eens nodig. Oh. Niet een kerkel.